Iets over deze. Ja. Ik weet niet eens hoe ik het moet noemen. Het is natuurlijk een mandala, omdat je het vanuit die intentie gemaakt hebt. Een driehoek in drie dimensies of vier of meerdere. Kan je iets vertellen over het ontstaan daarvan? Ik weet niet of je weet van het bestaan van spirograaf af. Dat was vroeger van die ringetjes. En dan moest je je potlood of je pen in zo'n wieltje doen. En die schoot dan uit de bocht. En dan was het weer mislukt. Maar dit figuur, dat is zo'n figuur die je kon krijgen met spirograaf. En daar had ik zoiets van, daar moet ik zeker een mandala van tekenen. Nou, dat heb ik in eerste instantie gedaan. Toen ben ik naar de kopieermachine gelopen en het uitvergroot. En toen ben ik dit gaan... Toen had ik dikke draden nodig. Want dat moest volume hebben. Dus daar heb ik een poosje over lopen nadenken. Ineens dacht ik van, ik ga ze punniken. Nou, mijn vrienden lachten me uit. Hij zit te punniken. Maar toen ze het eindresultaat zagen, waren ze toch wel verbaasd. En dus deze heb ik lange draden gepunnikt met ijzerdraad om ze in model te krijgen. En toen had ik dit af. Maar dan moest ik het in een soort frame krijgen om het te laten zweven als het ware. Dus dan heb ik een driehoek gemaakt van hout. En daarna lange stalen staven aangebracht. Alleen kreeg ik in het centrum een probleem, of tenminste ik liep tegen een probleem aan. Als je die lange staven zou laten doorlopen, dan werd het hier in het centrum een zootje. En toen dacht ik ineens van, wacht eens even, een flessendop, dan stoppen alle staaldraden die stoppen in het midden, waardoor alles wel netjes op één vlak rechtdoor kan lopen. Het is eigenlijk een soort fietswiel waar ik de naven heb vervangen door een flessendop. Nou, dat is zo'n ingeving, daar word je helemaal vrolijk van. En toen had ik dus dit figuur had ik ingespannen in dat houten frame. En dan ga je nadenken van ja, dit is een beetje kaal. Want als ik dit eventjes mag weghalen zo. Kijk, dit is nogal kaal. En toen had ik ook die blauwe achtergrond niet gedaan. Dus dan ga je nadenken van goh, hoe ga ik dat verder afmaken? Nou, en dan krijg ik de ingeving om het met katoendraad zo'n spiraalachtige vorm geven te doen. Nou, zonder achterdoek vind ik het niet mooi. Dus toen heb ik een doek gekocht. En verder zelf ook gemaakt. En ook niet laten doorlopen tot de hoeken. Dat vond ik niet mooi. Dus dan heb ik ze zo rond afgeknipt en met gouddraad afgezoomd. Dus dat is een heel proces, maar het is gewoon ontzettend leuk. Je bent iets aan het maken, het groeit. En op een gegeven moment, ik zet het altijd ergens neer. Dan kijk ik er weer een week naar. En dan ineens, ding dong, ik ga het zo oplossen. En ik heb dus ook thuis een opschrijfboekje naast de bank liggen. Daar schrijf ik alle ideeën in op. Dan hoef je ze niet te onthouden. En dan kan je ze toch op een gegeven moment denk je, van, nou, ik ben aan iets nieuws toe. Welke zou ik eens gaan oppakken? Nou, dan ga je zo weer verder. En die achterkant is van gespannen draden? Ja, dat is heb ik tapijtspijkers. Die heb ik allemaal erop getimmerd. En ben ik gewoon draden gaan spannen. Ik zal hem eens even helemaal omdraaien, dan kan je het zien. Dus dan heb ik eerst deze houten zeshoek gemaakt. En een stuk PVC-buis. En ook weer met die staalstaafjes. En toen ben ik zo als een wiel, zeg maar, gespaakt helemaal. En toen heb ik daarna heb ik dat donkerblauwe gekozen om vanaf deze zeshoek naar dat punt te gaan. Zodat het één blauw vlak werd. Als je dan weer omdraait. Dan zie je die hele PVC-buis zie je niet meer, wat ook de bedoeling is natuurlijk. En dan vormt het eerst een blauwe achtergrond en daarna een rode achtergrond.
Dus je bent hier nu 10 jaar mee bezig. Totaal, en, in ja. totaal. En wanneer ja. heb je bijvoorbeeld deze ongeveer gemaakt? Hoe lang geleden? Dat zal wel opstaan. Ja, 2011. Ja. Ik heb de laatste 3 jaar heb ik 5 werkstukken gemaakt van die grote. Dus mijn productie ligt de laatste 5 jaar ligt erg hoog. En zeg maar een heleboel jaren weinig gedaan. Dus ik ben eigenlijk nu helemaal op dreef. Op gang, ja. Ja, en gisteren heb je ook een workshop hier gegeven. Klopt. Vind je het leuk om daar iets meer over te vertellen? Dat was een groot succes. Ik had hem een keertje eerder gegeven en toen waren we met z'n tweeën. Dus toen had ik zoiets van, doe ik nooit meer. Maar toen had ik deze, wist ik dat ik hier mijn spullen mocht exposeren. En dan doe ik een tegenprestatie en ik geef een soort workshop, zoals ik dan mandala's maak. Er zijn vele manieren. En we waren met z'n 12 mensen aanwezig en ik erbij 13. En zelfs ook een tiener was erbij, hartstikke leuk. En gelukkig niet alleen maar dames, er was ook nog een heer bij, gelukkig. En iedereen heeft ijverig zitten tekenen. Ik heb in het begin even kort uitgelegd hoe je een mandala zou kunnen maken, zoals ik het doe. En er zijn hele mooie resultaten uitgekomen. En het verlangen is ook om misschien een vervolg hierop te krijgen. Om zeg maar 4 keer achter elkaar in een maand tijd een soort tekenmiddag te organiseren. Waar je dan in 4 weken tijd 1 of meerdere mandala's helemaal af kan maken. Dus het heeft mij ooit gegrepen en ik hoop dat het de andere mensen ook, als je heel erg gestrest bent door de dagelijkse gang van zaken, zou je thuis gewoon aan tafel kunnen gaan zitten, een stuk papier pakken, een cirkel tekenen, desnoods de stekker van de telefoon eruit en ga lekker tekenen en het is heel rustgevend. Ja, en hoe was dat gisteren in de groep bijvoorbeeld met 14 mensen mandala tegen? In het begin een hoop gebabbel en gekwebbel, wat ik nogal heb niet aan geïrriteerd, maar ik denk van het zou zo mooi zijn als het stil kon worden. En op een gegeven moment werd het ook stil. En dat ik echt van yes, want dat is de bedoeling, dat is het prettigste. Dat je je concentreert op je eigen mandala en dat ook daar ook de rust voor pakt. Dus ja, dat was gisteren zeker gelukt en ook een hoop positieve reacties gehad. En ik denk voor herhaling vatbaar. Leuk. Ja. En als afsluitende vraag vind ik het leuk om nog iets meer te horen met waar je op dit moment zelf dan mee bezig bent. Met wat voor een project? Ik heb... we kunnen even naar de vitrine dan. Ik zet als goed zijn foto. Ik weet niet of dat te zien is hoor. Ik kan hem er ook even uitpakken. Dit is mijn laatste project. Ik heb al jaren handschoenen van straat gevist. En die vind je in de winter, vliest er eenmaal zijn handschoen. En daar ben ik nu een soort hele grote bloem aan het maken. Dus die vorken, dat is het centrum, de stamper zeg maar, de lepels, dat zijn de meeldraden. Dus hij wordt nog 2 keer zo groot als deze. Maar daar moet het mooi weer voor zijn, want er is veel buitenwerk. Dus die ligt nou te wachten tot volgend voorjaar. En ik ben nu weer begonnen, eigenlijk na de opening van deze tentoonstelling, weer nieuwe mandala aan het borduren. En ik ben nog andere dingetjes aan het afronden. En je bent volgens mij ook met een boek bezig. Ja, ik heb... zal ik er ook nog eventjes uithalen? Dat is... maar deze is al oud. 6 jaar geleden, zeg maar, gemaakt. En het is een boek met allemaal mandala's erin, die ik zelf heb ontworpen. En mijn wens is om hier... dit is een zwart-wit uitgave. En de wens is om een kleurrijke uitgave te maken. En dan bijvoorbeeld die vogel erin te verwerken. Die tekening van de bosanemoon te verwerken.
Dus niet de mandala's inkleuren en die in het boek stoppen, maar tekeningen, kleurtekeningen maken die passen bij de mandala's die erin zitten. En natuurlijk mijn werkstukken, daar foto's van. Dus dat wordt een boekje 2.0. Dus dat is ook een project. Dat, dat is al heel lange wens en heel veel werk ook. En, maar ik heb er nu zin in om dat concreet te gaan maken. Oké. En ja, ik zou zeggen, begin zelf ook met een mandala. En je ziet, als het je pakt, en kijk eens goed om je heen. Want je ziet ook, geef me, zie je ook overal mandala's. Kerkramen, een mattenklopper is ook een perfecte mandala. Bloemen zijn vaak perfecte mandala's. Mozaïeken in de grond. Luchtroosters, maar je kan het zo gek niet bedenken. Maar op een gegeven moment kom je die herhaling van een patroon kom je steeds tegen. Die zie je echt heel veel gebruikt. Dankjewel. Ja.